Ik krijg vaak wel eens klanten die natuurlijk veel vragen stellen. Een van de klanten die uh, vroeg ons... hoe kan ik nou herkennen dat iets wat iemand verkoopt... of dat wel degelijk zin heeft... en uh, dat het niet meer een van de Charlotte gaat zijn... die mij in een of andere houtje touwtje cursus verkoopt. Um, met de komst van social media zie je natuurlijk... heel veel steeds meer uh, uh, mensen met producten, diensten en verhalen... Uh, ja, de eten betreden, zoals wij. We hebben ook allemaal mooie verhalen. Um, en wat wij vaker steeds zien gebeuren als een soort trend is... holistische trainingstherapeuten staan meer op... wat een goed teken is... Alleen dan worden een bijvoorbeeld termen geslingerd, uh, zoals die wij ook wel eens gebruiken. Bijvoorbeeld uh, biomechanica, miofasciale ketenen, mitochondria, weet ik het allemaal. Uh, waarbij de deels aan autoriteit daarmee wordt geuit. Want kijk, we hebben verstand van deze dingen. Vervolgens dan krijgen we die klanten terug of we zien het zelf gebeuren dat het gewoon uiteindelijk een houtje touwtje cursus is. Die dan belooft chronische pijn op te lossen met een of andere simpele rek oefeningen of iets dergelijks. Of een rek en strek oefening. En uh, ja, dus hoe kan je dat nou herkennen? En uh, wat zijn dan de alternatieven dan wel? Hoe werkt het nou echt? Dat is natuurlijk moeilijk vanuit de buitenkant, als klant, in één keer te kunnen zien. We willen in deze podcast iets meer diepte en context geven. hoe je kan inschatten hoe bepaalde zaken werken. Een van de meest voorkomende klachten zijn bijvoorbeeld heupklachten of knieklachten. Dat zien we vaak, vooral bij sporters die veel rennen, voetballen, dat soort dingen. Um, wat er wel eens kan ontstaan, ontstaan, is dat als er bijvoorbeeld ergens weefsel strak staat. Uh, nou, we zien die mensen vaak. dan heeft men al gelijk het idee, oké, okay, het moet los. Toch? Want zo zijn we een soort van cultureel opgevoed. Iets ziet los. Dus het zal wel. Of sorry, iets voelt strak, dus het zal wel los moeten. En als het los moet, dan moet je dat natuurlijk rekken. Um, maar het feit dat ergens iets vast kan zitten, dat kan door een hoop variabelen komen. En als je dan bij wijze van spreken de buitenkant van je knie of de buitenkant van je heup, waar het zo strak voelt, dus gaat rekken, dan kan het wel losser worden. Maar dan is het de vraag: wordt het daar los? Wordt het los op de plek waar het echt strak wordt, wordt het los op de plek waar het ook los moet worden, en is dat wel de oorzaak van de hele situatie? Is dat wel de reden dat iets strak zit, waardoor je dat gevoel krijgt? Of kan het ergens anders vandaan komen? En om altijd jezelf maar te laten leiden door een plek op je lijf die je niet lekker voelt en dus daar te moeten gaan behandelen, is een valstrik. Want 9 van de 10 keer ontstaan de klachten niet waar je het voelt. Dus al die mooie termen die op internet worden gegooid, allemaal prima. Waar alles mee staat en valt. En waar wij natuurlijk veel mee werken, is een hele goede duidelijke analyse. Dus Len, ik wilde vandaag even de klanten en de luisteraars even meenemen in een verhaal hoe wij bijvoorbeeld kijken naar uh, chronische heup- of knieklachten. Bijvoorbeeld dat wij in een klant, uh, of bij een klant wel eens hebben gezien dat die heupen bijvoorbeeld heel erg naar één kant geschoven staan. Het bekken staat naar één kant geschoven. Um, Daar zien we bijvoorbeeld ontstaan dat de scheefstand van het bekken in deze, deze situatie bij herhaaldelijk sporten, krachttrainen, hardlopen, staan, werken kan zorgen voor overbelasting van één kant. Waarbij bijvoorbeeld als ik naar één kant schuif met mijn bekken. Nu zien mensen dat misschien niet, maar ik schuif heel erg naar links. dan ben ik automatisch al de rechterkant aan het verkorten. Nou, Dat kan er weer voor zorgen dat ik stramheid voel bij mijn knie of bij mijn heup. Ga ik daar oefeningen op loslaten. Misschien voelt dat een beetje beter en komt het weer terug. Terwijl het kan komen door de positie van het bekken. En de positie van het bekken kan weer door iets anders komen. Dus uh, waar ik naartoe wil, is dat het van belang is als klant zijn en ook zijn... dat je in mechanismes leert denken, dat je in systemen leert denken. En dat we uiteindelijk kunnen laten zien op beeld hoe het gaat met drukverdeling van een klant. Hè? We hebben het altijd over piekbelasting en over drukverdeling, omdat hoe het, manier, hoe het lichaam samenwerkt op verschillende manieren om te voorkomen dat we omvallen, bepaalt ook waar je compensatiepatronen creëert of niet. En uh, wat ik altijd leuk vind is, hoe jij altijd uitlegt, stel je hebt bijvoorbeeld een bezemstil, die hou je vast rechtop in je hand, en als die recht boven je handpalm staat, dan is er niks aan de hand. Laat hem maar een klein beetje, een paar graden omkiepen, dan moet je heel de hele tijd je onderarm aanspannen om te voorkomen dat die stok omvalt. Onbewust doet jouw lichaam dit ook de hele dag. Mocht je scheef staan. Om te voorkomen dat jouw lijf omvalt. Want dat is een stress hoor. Dat mag niet gebeuren. Want dan ben je wellicht een lekker hapje. Maar als het onbewust gebeurt in verschillende gewrichten. En verschillende bewegingsvlakken. Ben je dus de hele tijd spanning aan het verhogen. Zonder dat je dat door hebt. Wat vervolgens stramheid uh, oplevert. Wat jij ervaart. En dan ga je vervolgens rek- en strek oefeningen op, op losgooien. Nou, de boodschap is jongens. Lang verhaal nog net iets langer. Zorg dat je eerst weet wat een. Uh, wat een Duidelijke analyse oplevert, zodat jij kan zien hoe een bepaald gewricht, bepaalde botstukken um, stramheid, verkortingen, misschien juist te lang weefsel in stand houden. Um, zodat je ook zeker weet dat de oefeningen die je toe gaat dienen, niet zozeer iets is wat alleen maar een beetje pap en nat houden is een symptoomstrijding, maar het werkelijk de kern aanpakt. En ja, we noemen allemaal natuurlijk, we pakken de oorzaak aan, we pakken de kern aan, maar er zijn maar weinig mensen die echt begrijpen hoe biomechanica werkt en hoe dat een kern van het probleem kan zijn. Biomechanica is een van de meest onderschatte factoren voor het in houden van klachten, waarbij we met biomechanica bedoelen de manier hoe iemand zijn lichaam beweegt. Ja, en nog een stapje terug, wat we met z'n allen veel over het hoofd hebben gezien heel lang, wat mensen nog steeds over het hoofd zien, is dat je als mens je begeeft in een bepaalde context. Dus wat we ook vaker zeggen is, op een behandelbank kun je een x-fruite informatie krijgen, maar het zegt niet iets over de wereld buiten die behandelbank. En dat is waar de persoon Zich begeeft, dus wat is jouw relatie met je omgeving? En dan tekenen wij natuurlijk altijd op dat whiteboard, uh, mooi dat dat stokpoppetje met die met die grond en met de zwaartekracht en reactiekracht. Maar je wordt gewoon de hele dag gesandwiched. Oké, okay? op basis van die natuurkrachten, hoe competent ben je ten opzichte van de zwaartekracht? Ja, hoe goed kun jij je verplaatsen? Ja. Met die zwaartekracht, met de reactiekracht. En um, wat, wat we dus ook aangeven, onder andere in de opleiding, maar ook al aan mensen zelf, met hele lullige voorbeelden. Om het toch weer duidelijk te maken en wat voor open deuren het ook zijn, dat het dus een fundament is. Hoe je beweegt. En een voorbeeld daarvan is, uh, wat ik laatst nog heb gegeven, is stel dat jij met je mountainbike een uh, heuvel affietst. En ineens steekt er een tak uit of een rots. En je knalt daar overheen. Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg? Hè, wat, wat zorgt er nou voor? Dat jij dus vervolgens je sleutelbeen breekt. Of uh, je bekken staat naar rechts geschoven. Oké, okay, ja, dat kan komen dat ik ben gevallen. Waarom ben je gevallen? Ja, ik fiets van de een heuvel af. Oké, okay. dus we hebben het met meer snelheid te maken. Waar fietsen je tegenaan? Want je bent gevallen. Welke in richting? Ja. ja. En wat doen wij dus weer in die analyses? Uh, dus Dat is eigenlijk een beetje een tipje van de slij. Want we kunnen dat nooit helemaal duidelijk weergeven zo met een podcast. Maar uh, wat wij dus doen is dat stukje filmen... van hoe jij van je mountainbike afpleurt in de vorm van je looppatroon... En dan kijken we dus waar jij, als het ware dus, met jouw fiets over die rots valt. En we spoelen het iets terug in het verleden en we kijken wat er in de toekomst gebeurt. Ja, dus nog specifieker, eigenlijk, wat zijn misschien dingen waar we kunnen opmaken? Oké, okay, hier ben je echt wel tegen de buffer aan aan het lopen van belastbaarheid. Waarbij ja. je misschien bepaalde weefsel groen aan het overbelasten. En ja. moet je een keertje uit de bocht vliegen, komt er een keertje iets onverhoopt als obstakel op, op je pad. Dan zou je ja. waarschijnlijk daar. Krachten niet aankunnen, want je bent er al wat overbelast. Hè? Je bent er al wat vaker bezig met weefsel overbelasten. Ja. Waardoor je niet weg kan komen met een kink in de kabel. Niet weg kan komen met slecht slaap. Niet weg kan komen met die valpartijen. En vaak is het dus niet die rots, maar is chauffering gewoon niet goed genoeg. Ja. En dat is, dat is waar mensen ook vaak de fout maken. Ja, dus goed dat je niet dat aanpassen, zegt. Niet aanpassen op, op dat er steentjes liggen op een bospad. Dat hoort erbij, jongens. Ja. We hebben eenmaal zwaartekracht. Je moet er competent in zijn. Ja, dus de, dus waar men dus, kijk okay, ja. We zien dus vaak gebeuren dat. Oefeningen gebruikt worden als richtlijn om men uit klachten te krijgen. Maar het is de context van het looppatroon en de houding die eigenlijk bepaalt wat iemand voor oefening moet krijgen. Dus we gaan niet vanuit oefeningen beredeneren, we gaan beredeneren vanuit de context hoe iemand beweegt. En um, op het moment hoe, als je weet hoe iemand beweegt, dan ga je dus ook bepalen welke oefeningen je wel niet nodig hebt, dan je gaat ze zelf moeten verzinnen. En die omgeving, waar ik het net al even over had, die bepaalt natuurlijk hoe wij bewegen. Dus waar de meeste mensen een, een behandeling, of sorry, een lichaamsonderzoek doen heel statisch... dat zegt natuurlijk niet zo heel veel. Je moet iemand in beweging onderzoeken... wil je weten wat er in beweging gebeurt... in de echte wereld gebeurt. Maar hoe iemand beweegt of tot beweging komt... wat ook weer een uiting is van iets... kan ook weer komen door de situatie waarin ze leven. Dus de relatie je hebt die je hebt met ouders om je heen... de werkplek die je hebt... de manier hoe je vreet... Hoe, uh, hoe je achter je bureau staat... hoe je krachtoefeningen uitvoert... en hoe je beweegt in de gym... Versus hoe je beweegt thuis. Dus als we niet meerekenen wat de impact is van omgeving op jouw beweeggedrag, dan kunnen we al natuurlijk klachten achterna gaan lopen en stramweefsel achterna gaan lopen. Maar het is altijd een helikoptertje waar, waaruit je moet gaan beginnen. Alleen dat is moeilijk. Dan moet je dus op een gegeven moment, als je dat gaat doen, ga je in een keer honderd variabelen mee kunnen rekenen. die wellicht iets te maken hebben met de belemmeringen voor herstel of met een, met een blessure die iemand heeft. Maar ik denk dat de kunst van hulpverlenen is dat je dus ingaat schatten. Oké, okay, welke belemmeringen voor herstel. Welke variabelen spelen hier een rol die veel impact maken? Dat is natuurlijk wat wij in de opleiding doen. Alle variabelen wil je in kaart brengen die relevant zijn. Die zet je op een rijtje. En op basis van een hiërarchie welke de meeste impact maken. gaan we daar een volgorde in maken. En dan gaan we dat tackelen totdat het beter wordt. Alleen, ja, dat is spannend. Want niet voor, al, niet voor alles is wetenschap alleen wat wij natuurlijk doen is wel wetenschappelijk gebaseerd. We zijn wel gebaseerd op fysiologische wetenschap, we zijn wel gebaseerd op trainingwetenschap en op uh, dat soort methodologie en biomechanica. Maar uh, we zijn denk ik wel een beetje verloren om in te durven zetten op waar wetenschap daadwerkelijk om draait en dat is eerst waarnemen. En als je niet kan waarnemen, dus als je niet goed kan kijken, als je niet goed kan analyseren, wat gebeurt er nou? Welke be botstukken bewegen te veel of te weinig? Welke spieren bewegen te veel of te weinig? En in welke bewegingsvlakken? Als je dat niet goed kan zien maar dus ook geen begrip heb hoe dat samen moet werken. Dus ik kan dus ook niet goed inschatten wat iemand nodig heeft. En dan gaan we gewoon door met huistuin, ja, huistuin keukenklachten, zoals we dat altijd noemen. Oplossen met uh, houd je het oefeningen. Gaan we gewoon lekker een lek extension apparaat doen. Gaan we gewoon even lekker uh, dit oprekken. Gaan we even met een balletje hier aan de gang. Het ja, heeft allemaal wel zijn plaats. Dat kan wel helpen. Alleen ik denk dat deze tijd met chronische klachten die steeds meer uh, komen kijken, dat precisie steeds meer gevraagd wordt. Ja, en breed inzetten. Dus wat je zegt, die helikopterview. Dus je. Uh, wij noemen dan de top drie, maar dat is, dat is een top drie die zich gaat uitbreiden per top. 1, ja. 2 en 3 met nog drie topics eronder en nog drie topics eronder. Ja. Uh, het, is, uh, het, is, het is met trajecten, dus het is uh, gedragsverandering minimaal drie maanden aan de slag. Ja. Uh, wij werken dan net weer wat langer. Ja. Um, maar ja, dat, maar... Is, dat is de dus gelijk ook. Dat vind ik altijd leuk om even weer op vieze Piet te hebben. Heel veel mensen vallen, wat ons betreft, natuurlijk altijd buiten de richtlijnen. En heel veel mensen vallen ook buiten de studies die zijn gedaan. Dus als je uit, daadwerkelijk iemand zijn context helemaal in kaart gaat brengen, wat beweegt iemand? Was de relatie met zijn ouders, zijn partner, hoe laat gaat hij naar bed, wat vreet hij, hoe laat vreet hij daartoe? Wat is de kwaliteit van zijn bioritme, bloedwaardes, darmen, um, emotie, emoties, onverwerkte trauma's. Um, oh. En dan hebben we nog eens biomechanica, hoe beweegt iemand? Nou, dat laatste wordt er helemaal niet meegenomen in een onderzoek, dan wel zeer, zeer onnauwkeurig, dan wel niet alle bewegingsvlakken meegenomen of niet alle gewrichten tegelijkertijd meegenomen. Dus in hoeverre als jij een context echt uitzoekt, past dat in een studie die je hebt. En dat vraagt natuurlijk wel echt wel wat precisie. Dus dat maakt denk ik onze opleiding zo mooi. Wat speelt er nou exact? Nemen ze tijd om echt een uitgebreide analyse te doen naast de standaard intake's die wij doen en een stukje screenen wat we van fysiotherapie kennen. Vooral die uitgebreide analyse. Vanuit die analyse. Alle compensatiepatronen in kaart brengen. Alle mogelijke belemmeringen voorstellen in kaart brengen die we relevant vinden. Die passen binnen onze competentie. Vervolgens maken we daar een, eigenlijk een lijst van hiërarchie. Of een hiërarchielijst van. Wat zijn de grootste belemmeringen met de meeste impact als we die tackelen? En daaruit volgt vervolgens een opmaat training, eh, trainingsplan. Een uh, Waarmee we dus eigenlijk dingen zien die andere specialisten niet zien. En dus ook dingen behandelen die andere mensen niet behandelen. En dus resultaten halen die andere mensen niet behalen. Alleen ja, video's, trainers. Dan moet je wel eerst. Durven leren kijken. Um, want ik weet niet of jij dat misschien ook nog een beetje om je heen ziet, maar uh, we maken vaak oefeningen veel te interessant. En ik denk dat wij daar ook een beetje aan bijdragen, want dat is wel wat men wilt zien. Uh, heb je een goede oefening voor me? Welke oefening kan helpen? Tuurlijk willen we daaraan een beetje meehelpen en wat meer inzicht bieden. Um, maar tegelijkertijd creëren we daarmee ook misschien een soort verhaal dat je dus op zoek bent naar die ene oefening. Je bent niet op zoek naar die ene oefening. Je bent op zoek naar een veel specifiekere manier van kijken eerst. Als je niet goed kan kijken, kan je ook niet goed bijsturen. En dat is denk ik het onderscheid die gemaakt moet worden... in fysiotherapieland. Uh, zou, zou je nog landen? kunnen verder kunnen uitdiepen op basis... waarvan je dan uh, voor een oefening kiest? Als, je, als ik nou bij jou kom, dus we starten. Uh, ik heb die back shift te ver naar links toe. Ja, ik moet eerst uit gaan zoeken... Is dat, wel, is dat wel degene wat kan bijdragen aan de klacht die je ervaart? We hebben natuurlijk ook vaak met... Uh, nou, de meeste mensen van ons die hebben chronische klachten... de klanten die we zien, die zijn al vaak doorverwezen... Um, Welke, welke variabelen zijn in kaart gebracht en welke nog niet? Welke zijn al behandeld en welke nog niet? Zijn er rode vlaggen? Nou, is dat allemaal weg? Dan moet je dus uit gaan zoeken van wat is het meest buitenproportioneel. Er is namelijk wel een manier hoe een mens goed beweegt. Alleen als wij nu ja, tien mensen vragen: vertel eens wat gezondheid is, vertel eens wat goed bewegen betekent. Dan krijg je tien verschillende antwoorden. Maar als je naar, nou, zoals wij dat doen: alle beste bewegers van de aarde op een rijtje zetten. En ze hebben wel verschillende lichaamstypes aan de lichaamsopbouw. En uitzondering bepaalt de regel. Maar wat we wel zien dat de regel is, is dat de beweegpatronen identiek zijn. De manier hoe ze bewegen. De volgorde van bewegen. Hoe spieren kracht overbrengen. Hoe ze hun lichaam verplaatsen. De, en hoe ze hun... Uh, in meerdere bewegingsvlakken... eigenlijk zelf voortstuwen. Dat gaat allemaal... in een specifieke volgorde. En in plaats van te kijken... naar hoe die beste bewegers... trainen. Wat de meeste mensen doen. Kijken wij natuurlijk... hoe de beste bewegers bewegen. En zo trainen we. Dus antwoord op je vraag is... Breng in dit geval eerst compensatiepatronen in beeld. Bijvoorbeeld iemand shift zijn bekken constant maar naar één kant. Of iemand roteert zijn bovenbeen misschien niet. Of iemand zijn nek blijft maar aan één kant hangen. Wat het ook mag zijn. Hierarchie maken in wat we denken dat het meest relevant is. Als we dat tacklen dat het uh, herstel verbetert. En dan gaan we bepalen. Oké, okay, waar staan die botstukken? Waar ze niet moeten staan? Nou hier en daar. Waar moeten ze wel staan in dat moment van het looppatroon? Daar en daar. Daar verzuren daar een krachttraining voor verzinnen. Nu hebben wij die wel een hoop apparaat staan... maar vaak moeten wij ook contexten... komen we contexten tegen... dat wij in één keer wat zelf moeten gaan verzinnen... en denk van oké, okay, fuck. Uh, we zien een zieke compensatie ontstaan... en een scoliose en een rotatie en een shift. Ja, waar ga je beginnen? Zeg het maar. Uh, dan moet je dus wel durven inzetten... op je allergrootste belemmeringen voor herstel... wat jij denkt dat de meeste impact gaat maken. Dat is een stukje natuurlijk ervaring... maar het is ook... durf jij weken achter elkaar hetzelfde te geven... En jezelf eigenlijk een soort te verhongeren van alle andere dingen die je deed. Hoe vaak vragen mensen niet aan ons: Ja, Gene, ja, Len, kan ik dit doen, maar ook nog blijven voetballen? Of kan ik ook nog blijven deadliften? Uh, nee, want als het dan beter of slechter gaat, kunnen wij natuurlijk niet goed inschatten. Waar het door kwam. Dus, dus wat, wat je al zegt, ja, je hebt uh, al die onderzoeken die worden gedaan. En dan wordt het uh, random controlled Trials, Double Blinded. Nou, dat kan allemaal niet binnen de vision en trainingswereld. Je kunt niet iets geblindeerd geven. Dus je bent al gevoelig voor ja, bias, et cetera. Om het zo zuiver mogelijk te houden, dat is denk ik het punt wat je probeert te maken. Wil je dus geen vervuiling hebben van je experiment? Ja. Want als het experiment is een x-over training of een x-over tijd. Ja. En ook geen gedonder. Dus dat zuiver houden. Je wilt weten, ja. wat, heeft, uh, wat is de. Wat is de consequentie geweest van de keuze die we hebben gemaakt? Ja. Hoe gaat het lichaam reageren? En dat is altijd met een stukje schrappen, eerst. Schrap me eerst van dit uit je dieet, schrap me eerst van deze gedragingen, schrap me eerst van deze beweegpatronen, schrap me eerst van deze oefeningen. Dan blijft er iets van de kern over. Je hebt iemand een soort van uitgehongerd. En dan ga je een prikkel geven, en kijken hoe je daarop reageert. Alleen die prikkel, wat heel veel mensen doen, is: Ik heb een, ik heb een hele lijst en een hele toolbox van oefeningen. Ik ga gewoon wat interessante shit geven. Een beetje met hagel Klinkt allemaal heel interessant, heb ik heb een mooie theoretische neus erachteraan. Maar verandert het daadwerkelijk? En ik denk dat dat het mooie is van mensen die FP uh, praktiseren. Je ziet before en afters, waarbij je echt beweeggedrag onbewust aangepast ziet worden in de vorm van een iets dergelijks. Dus dat is een van de ultieme graadmeters voor ons toch. Loopanalyses. Dat, dat laat gewoon ja. zien hoe iemand beweegt onbewust. Plus uiteindelijk het echte goud zit in dat wij een. wij kunnen onze ogen sluiten en kunnen we de persoon voor ons zien zoals die moet bewegen. We kunnen een plaatje vormen in die zaal hoe iemand wel moet staan of moet bewegen. Ja. Dus dat referentiekader, daar ligt dat echt goud. Daar hebben wij natuurlijk uren, uren, uren aan gespendeerd om dat te zien. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb gewoon in het begin uh, na de specialisatieopleiding, gewoon de hele tijd looppatronen zitten kijken. Ja. En de eerste paar uren was het gewoon zweten. Want het was heet. Ja, ik zie het, <laughs> het gewoon iemand rennen. En ik zie nog steeds iemand rennen. Ja. En nu snap ik wat in die volgorde is gebeurd. Dus kan ik het meten ja. aan de hand daarvan. Ja. Want een squat, tuurlijk kan je weten of een squat er beter of slechter uitziet. Ja. Maar wanneer squat je van aan Ja, het laat dat weinig zien. is een, een slechte weerspiegeling van de werkelijkheid. En het ja. is goed dat je dat zegt. Want uh, om nog denk ik wat, wat nog beter uit te leggen. En wat duidelijk uit te leggen voor misschien mensen die niet begrijpen waar het over hebt. Is dat als wij training geven, dan willen wij, dan hebben wij in gedachten. Wat is hier de stip op de kaart? Waar gaan we naartoe? Juist. Welk beweegpatroon moet ik wel zien? Welk beweegpatroon moeten we wel voeden? En welk beweegpatroon moeten we niet voeden? Wat kan leiden tot betere doorbloeding, sterke bindweefsel, whatever. Um, dus er moet altijd sprake zijn van een fysiek referent... waarvan je weet met je ogen dicht... mijn klant doet op dit moment in het looppatroon... dit moment in een oefening X. Dat moet I zijn. Als je niet in de gaten hebt of als je, als je met mensen traint... maar je hebt niet door in welke positie wil ik ze zien... in welke osteogene positie wil ik iemand hebben... in welke bewegingsvlakken wil ik iemand hebben. Als je dat niet helder hebt, dan ben je gewoon met hagen aan het schieten... en een beetje aan het experimenteren. Wat voortgang kan geven, maar hoe preciezer het wordt... Hoe sneller iemand uit chronische klachten krijgt. Dus uh, ben je trainer, therapeut, of ben je zelf een beetje aan het uitvogelen? Probeer te gaan bepalen van: oké, okay, de trainingen die je doet, waarom is dat? Wil je alleen gewoon spiermassa uh, bij gaan bouwen. Wat natuurlijk uh, ja, van belang is voor een gezond lijf. Uh, weer de bloeding verbeteren, weer de mobiliteit verbeteren. Wat het ook mag zijn. Wat is er uiteindelijk het beweegpatroon die dat in stand moet houden? Is dat alleen maar in dat apparaat kunnen zitten? Is dat het beweegpatroon? Of, wat we jullie willen installeren, is dat beweegpatroon. Uh, wat je eigenlijk wilt ambiëren dat beter wordt... de manier hoe je rent. Want dat is wat mensen nou eenmaal doen. Vissen die zwemmen, vogels vliegen, mensen rennen. En dat looppatroon is zo'n fantastisch onderdeel. Hè? Ik weet nog wel toen we samen zaten te kijken... en dan ben je bezig met die opleiding... gaan we de praktijk in. Ja, wat zie je nou? Wat, wat, waar hmm. moeten we nou naar kijken? Je kan ook niet alles gelijk zien. Wij zien ook niet hetzelfde als we naar een gebouw kijken... en een installateur of een timmerman kijkt naar het gebouw. Die zien andere dingen dan wij natuurlijk. Um, maar leren kijken is hier denk ik wel de aller, aller, allergrootste... Misschien wel voorspeller in het kunnen uh, tackelen van chronische klachten. Dat als je alleen maar met grof, grof geweld gaat schieten, met hagel gaat schieten. met hele mooie tools en hele mooie supplementen, uh, whatever, wat mensen kan gebruiken. Ja, dat heeft ergens wel in uh, zin. Maar wat is nou echt de belemmering voor herstel? Ja, en ik vind het wel goed wat je zegt dat dat kijk, het aller, allerbelangrijkste is. Want wij zien ook binnen de opleiding dat mensen er nog niet altijd uitkomen. Zeker nog wij komen er ook niet altijd uit. Ja, Plus, als je in ieder geval weet hoe het eruit moet zien... en je gaat dan aan de slag met de mens... wat aan zich altijd een soort black box idee is. Ja. Ik stop er iets in, al is het een bicep curl... er gebeurt altijd iets anders. Ja. Dus daarmee zeggende dat... Uh, hoe beter jij dat al voor ogen hebt... hoe beter je kunt kijken... des te minder verwarrend het is... wat er in dat black box verhaal gebeurt. Want ik kan in alle eerlijkheid zeggen... ik weet niet wat er allemaal fysiologisch gebeurt... tussen vandaag en volgende week... als ik jou zou trainen. Dat kan ja. je niet weten, je bent niet God. Nee. Dus dat heeft geen zin. Maar je kunt dus wel zien... Wat er dus niet moet gebeuren ten opzichte van wat er wel moet gebeuren. Juist. Met onze beperkte ogen en ons beperkte begrip. En dan kun je aan de hand daarvan je oefeningen al verzinnen. Er zijn zoveel, ja, inderdaad. Er zijn zoveel mooie uitingen van het lijf die iets vertellen over de mate van gezondheid. Um, ik denk wat mensen zich ook onderschatten is hoe uh, het looppatroon, hoe een slecht looppatroon of scheef staan, dus uh, rechtop staan ondermijnen. Dus als ik niet mijn scheefstand te compenseren, dan val ik om. Maar als ik omval, dan ben ik een lekker hapje. En dan sterf ik, kan geen vrede vinden en dan vreten wolven me op. Dus hoe oud je ook bent, al ben je 99 jaar, je lichaam verzint wel wat om rechtop te staan. Niet rechtop kunnen staan, niet goed kunnen lopen, niet goed kunnen je houding kunnen waarborgen, is dus per definitie een stressor. Kan onrust geven, nou dan wil je dat wegademen, Maar die onrust komt misschien wel van de manier hoe je beweegt. Dus um, als je dus het loopt er zo gaat bekijken, is oké, okay, het is misschien een stressor waarvan we nooit hadden gedacht dat kan zoveel onrust geven. En aandacht geven aan gespannen lichamen. Misschien moeten we dan meer gaan uitzoeken... hoe het looppatroon precies hoort te werken. En als we dat gaan doen, dan komen we dus achter... oh, de manier hoe we lopen, de manier hoe we bewegen... is zo'n grote bijdrage aan onze mentale gezondheid... en aan onze fysieke gezondheid. Het geeft zoveel informatie aan ons lijf. Wilde dieren hoeven dat niet te leren, hoor. Een Groep wolven, nou, je weet het. Uh, als we van die mooie programma's wel eens kijken. Die weten wel wat een lekker hapje is. Die weten wel welk doel relevant is om achterna te rennen. Die weten wel, die groep wolven, die groep leeuwen... Wat ongezond is, wat een lekker ja, dus hapje is. Goed kunnen bewegen is een basis eigenschap, is een basisbehoefte om competent te zijn om te overleven. En dat hoeft nu niet. Wij zitten nu ook chill binnen. Ja. Dus wij kunnen ermee wegkomen. Maar onze biologie komt er dus niet mee weg. Presteert Juist. niet. En geeft dat dus ook terug, fysiek en ook in ons kopje. Ja. we hebben uh, ons hele bestaan heeft gedraaid om in ieder geval competent te zijn met betrekking tot staan, rennen en gooien. Wat is dus de basis is van onze aanpak. En um, de, de moderne tijd van vandaag de dag die heeft ons de mogelijkheid gegeven... om al die bewegingen uit te besteden. Maar ons hele systeem draait nog wel... op een vorm van schaarste. Te veel, te weinig zonlicht, te veel, te weinig voedsel. Um, en ook um, als dat dus er sprake ergens van was... dan moesten we verplaatsen. Je moest verplaatsen voor betere jachtgronden. Je moest verplaatsen vanwege de veiligheid. Je moest verplaatsen vanwege whatever. Als je dus niet kan verplaatsen, heb je een groot probleem. Maar verplaatsen besteden we uit. We besteden ja. gewoon iets uit hoe ik van A naar B ga... naar de winkel ga, dat ik dingen kan bestellen. Maar dat wil niet zeggen dat... Sprinten, lopen, hardlopen, gooien, niet meer relevant zijn. Dus een standaard beweegadvies. Ja, beweeg gewoon. Wat is het standaard advies? 30 minuten per dag of zo? Weet ik veel wat het tegenwoordig is. Uh, gaan we een beetje ja, twee fietsen. en een half uur per dag iets rustigs Zoiets. en drie keer per week iets... Uh... Fucking bullshit. Ja, op basis van een, uh, van een hartslag bijvoorbeeld. En wat okay. voor beweging moet dat dan zijn? En als je dan gaat fietsen of gaat uh, wandelen, kan je dan zeggen ik heb braaf met dertig minuutjes gepakt, dus ik ben daarmee gezond. Ja, maar welk be beweegpatroon heb je daarmee in stand gehouden? Heb je daarmee misschien niet een compensatiepatroon nog meer gevoed of niet? Draagt dat niet meer bij aan de onrustigheid die je ervaart, waarvoor je de schuld ervan geeft aan je, werk aan je werknemers, of aan je collega's, waar je partner? Bewegen wordt zo gezien als het hebben we een soort ontdekt. Um, zolang je maar in beweging komt, is het genoeg. Hopelijk is de boodschap wel een beetje duidelijk. Nou ja, Totdat tot tot je dus met mensen met het argument komt dat als jij in je auto zit en er gaan allemaal lampjes branden, dat je snapt dat je het niet eruit kan rijden. Maar dat is wat we dus wel ja. van ons lijf verwachten. Ja. En dat als je hond uh, ja. aan het piepen is en mank loopt, ja. dat, dat je niet meer moet gaan uitlaten, meer moet nee. laten rennen. Je moet op een gegeven moment iets gaan ingrijpen. Duidelijk. En dat mechanistische verhaal. Dat is, ik denk dat het ook heel te maken heeft met dat het een te open deur is. Ja. Het, is het zou te makkelijk zijn dat als we gewoon beter gaan bewegen ja. met staan lopen, hard lopen dat het dan beter gaat. Ik heb dat heel lang zelf gedacht. Hoe, werkt, hoe kan dat nou werken? Ja, maar het werkt. Ja, het is wel echt de basis die doorcijpelt in andere functies. Misschien wel een ja. mooie, mooie afsluit is dat het antwoord als je problemen hebt met bewegen is niet zozeer blijf maar gewoon bewegen, want dat is beter dan niet bewegen. De manier hoe jij beweegt kan zomaar een manier zijn om compensatiepatroon in stand te houden, wat een stressor is, wat je al bezig kan houden, wat de ruimte bezet neemt, wat aandacht vraagt, omdat je bepaalde onrustigheid in stand houdt in je lijf. Dus nee, je moet niet beter bewegen. Er dus zijn heel veel mensen die denken van... als ik maar blijf bewegen is het goed. Ja, dan ga je de hele tijd naar de gym. Dan ben je gedisciplineerd. Fantastisch. Maar je kan ook gedisciplineerd zijn in het verkeerde. Dus in plaats van te denken... bewegen is het probleem. Nee. Of sorry, bewegen is de oplossing. Precisie is de oplossing. Probeer beter in kaart te brengen hoe je beweegt... en wat jouw lijf nodig heeft. De ene auto die heeft misschien nodig een betere ontsteking... en de andere heeft nodig nieuwe bougies. En weer die andere auto heeft weer een niet nodig. Maar ze kunnen alle drie voor dezelfde soort symptomen zorgen. Dus... Durf echt een motorkap open te trekken. Hoe loop ik nou precies? Hoe zijn mijn beweegpatronen, mijn compensatiepatronen ontstaan? Dan wel, wat houdt het in stand? En wat zou een logische beredenering zijn om dat te tackelen, zodat ik meer beweeg zoals de beste bewegers van de aarde bewegen? Die nog een beetje een blauwdruk zijn voor hoe mensen behoren te bewegen. Ja, ja dat is wel heel sterk om mee af te sluiten inderdaad. Zou, wil je hier nog iets aan toevoegen? Dat je zegt van nou, dit, dit is belangrijk om vanuit een fysio of trainers mindset naar... Ja. deze trainingsmindset te komen? Probeer jezelf te betrappen op het feit... dat de oefeningen die je geeft... waarom doe je dat? Doe je dat omdat wetenschap dat zegt? Of doe je dat omdat je context dat nodig heeft? Doe je dat omdat wetenschap zegt... dit weefsel is erbij gebaat... als je deze oefening geeft? Dus laat het eerst duidelijk zijn... dat je niet op de automatische piloot... maar iemand trainingen geeft en oefeningen geeft. En als je dat hebt gedaan... Probeer het looppatroon te gebruiken. Hoe ziet dat eruit? Zie je buitenproportionaliteit? Zie je compensaties die misschien te relateren zijn aan de, de spieren, de bindweefselketen, de gewrichten waar iemand mee te dealen heeft? Probeer het meer te beredeneren vanuit een bewegend, lopend geheel, dat dat je referent wordt waaraan jij je uh, therapie- of trainingplan uh, Aankoppelt, in plaats van dat je gelijk begint met oefeningen omdat je je weefsel laat leiden maar niet het looppatroon. Cool. Ik hoop dat dat een beetje binnen is gekomen. Um, nou, ja, dit is natuurlijk best een complexe materie en zonder beeldmateriaal is dat best wel lastig ook uit te leggen. Maar wel, voor mensen die geïnteresseerd zijn, vooral fysiotherapeuten, uh, je kan bij ons gewoon een dagje meelopen, je kan bij ons gewoon meekijken in de keuken hoe dat zit. Check even de website, boek even een Zoom als je weet weten hoe dat verder zit. Maar er zijn wel echt wel stappen waarin je in ieder geval snel kan uitsluiten welke dingen wel of niet relevant zijn om mee aan de slag te gaan. En voornamelijk wat men niet vaak of niet duidelijk genoeg in kaart brengt, dat zijn die compensatiepatronen. Nou, uh, ik denk dat dat een mooi eind is. Dus uh, onthouden, looppatronisch coding, dat is uh, de speel waar alles om draait. En uh, vanuit cijpelen alle andere functies. Weer meer weten, kom met ons in contact. Bedankt voor het kijken en luisteren. Volgende podcast gaan we meer in op dit soort onderwerpen. Vind je het leuk? Like, subscribe. Je weet hoe het werkt. Heb je meegeluisterd? Uh, probeer ook ons uh, op Spotify wellicht te volgen. Of daar likes te geven. Worden we worden hartstikke blij van. En dan kunnen wij meer van dit soort dingen blijven bouwen. Dus, uh, thanks. Tot de volgende.